Hier is Visie weer. En het is, jawel, het is dinsdagochtend 12 uur 23, zoals ik nu kan zien. En ik heb net Black Ops 2 opgehaald samen met The King 77NL. En ik ga hem nu opstarten. Ik heb geen flauw idee hoe alles werkt. Dus ja, we gaan even kijken. We gaan hem opstarten. En een nieuw tijdperk gaat in, zullen we maar zo zeggen. Ik heb er echt heel veel zin in. En... krijg je eerst nog even een updateje natuurlijk. Dat is logisch natuurlijk. Even een updateje. Daar moeten we op wachten. Even een slokje drinken. Het is natuurlijk 's nachts. Ja. Nou jongens, ik heb echt afgelopen weken echt heel erg op verheugd. En... Can't connect to Xbox Live Party. Ik heb voor de zekerheid even een Xbox Live Party even opgestart. Omdat, zo hoor je de tegenspelers hun geluid. COD Black Ops 2. Nou, het is heel raar om een nieuwe game natuurlijk meteen live in te spelen. Mocht wat iets misgaan, ja, sorry jongens, het is allemaal live. Het is unplugged, zullen we maar zo zeggen. En Alex Mason. Nou, we gaan in ieder geval verder. Het introotje kan iedereen zien. Even natuurlijk alles instellen. Nou, oké, mijn mensen. Dat is wel goed. Muziekvolume. Voice volume iets zachter. Even kijken. Ik weet het, het zal wel goed zijn, toch? Dat zal. Ja, ik vind het goed. Moeten we dat doen? Jee, mensen. Wel erg live is dit hoor, maar maakt niet uit. Ook mensen komen online. Moet je een heel. Ja, tuurlijk. Multiplayer. Ja toch, maar gewoon meteen online. Even kijken. Oh, ik heb zo zin hierin. Even kijken wat. Even kijken. Ik ben benieuwd wat je hebt trouwens aan klasses en zo en dat soort dingen. Standaard dingen en. Message of the Day, ja, dat is al best wel. We gaan even kijken wat er staat. Combat training, play this in public match. Ja, oké. Roger that. Yep. Nou, barracks. Oh, ik heb hier echt super veel zin in, jongens. Dat echt. Nou, ik. Ja, challenges. Jee, mijn mensen. Nou. Multiplayer. Public match. Zal ik gewoon starten? Ja, ga gewoon starten, jongens. Gewoon starten. Core. Domination. Daar gaan we. Zo, zijn mensen al hoog gerankt, zoals je kan zien. Die hebben de game al iets eerder. Ik ben echt level 1. Aftermath, Domination. Oh, die, ik weet het niet. Voor mij heb ik die gespeeld op First Look. Ik weet het niet zeker. Weet je wat, ik laat gewoon gaan. We zien het wel. Oh. Dan gaan we dan. Oh, hoe lang duurt het al? 4 minuten voordat ik de game speel. Nou, maakt niet uit. Het is het eerste potje, hè. Dus, het is allemaal unplugged, zullen we zo zeggen. Ik ga deze dus nog. De bedoeling is dus in ieder geval vannacht nog uploaden. En hoop ik dat jullie nog even vannacht gaan kijken natuurlijk op mijn kanaal. Ga dit even een potje doen. Daarna heb ik contact met alle andere mensen. En dan ga ik mee samen gamen. En het duurt wel lang voordat de game start, jammer genoeg. Dat vind ik wel jammer. Maar ja, dat is bij elke Call of Duty, hè. Dus.
Nou, ik ga gewoon spelen. Ik heb geen flauw idee verder. Voor mij is standaard klas natuurlijk custom class. Oh. Even kijken. Scorpion. Dat is submachine. Domination. Nou, daar gaan we. Let's do this. Ik heb geen flauw idee. Oh, tactical. Oh, tactical. Iets omhoog. Stick layout. Wat is dat? Oh, button layout. Zo, foutje. Tactical. Tactical. Ja. Dan, oh ja! Dat was ik even vergeten. Dolphin dive. Kijk, oh, ik zie daar iemand. Ik zag er iemand staan, Chris. Securing Bravo. Even kijken. Wat is dit allemaal? Een keer omhoog. Oké. Okay. Bravo lockdown. We pulled forward. Even kijken hier. Losing C. Dat is cap A. Oh. Wow, ik moet er wel even een beetje wennen. Beetje maar. Ik weet ook niet waar ze zitten. Ik weet ook helemaal niets van die mappen. Helemaal nul. Ik ken deze inderdaad echt niet. Ik dacht ik deze gespeeld had. Be advised, hostile UAV incoming. Nou, we gaan deze gewoon pakken. Doen waar ik goed in ben. Securing C. Oh, volgens mij was hier iemand. Daar. En daar hebben we een snipertje. Hostile hunter killer drone inbound. Even kijken. Ik moet eerst deze map verkennen. Ik weet het echt helemaal niet. Totaal niet waar ik ben nu. Deze heb ik volgens mij inderdaad advised, hostile UAV incoming. Lekker! We lost B. Ik weet echt niet hoe dat. Wow, ik moet echt helemaal wennen. Ik weet het echt helemaal niet. Wat heb ik nu? 0-5. Lekker. Hostile lightning strike inbound. Dat gaat natuurlijk geoond worden natuurlijk. Nee. Nog niet mijn eerste kill. Hij heeft dubbele attachments, zoals we zien. Dan heb ik ghost. Ik ben wel aan het rennen. Dat scheelt weer. Oh. Ja, kijk! Dat is de vist. Oh, wel dood. Eerste kill, jongens. Eerste kill. Hij is er. Even. Jongen. Even kijken. Hier en wat. Wel echt gaaf. Is echt heel vet, hè, jongens. Ik zag daar iemand lopen, toch? Chris. Ja, pa. Dat is mijn tweede. Tuurlijk, gewoon, dat is gewoon de tweede, jongens. Even kijken. Oké. Ook even. Ja, en natuurlijk helikopter. En dan ga ik natuurlijk door dood. En securing Bravo. Gewoon aan het lopen, jongens. En oh. Hostile UAV above. Ik ga even naar binnen. Ik hier ook helemaal lopen. Het was voor mij geen grote map, dit. Dit is niet zo'n hele grote map, jongens. Dat is wel leuk om te weten. Ik keer in. Jee, mijn mensen. Zoeken hier. Waar zitten ze? Eens kijken. Waar dan? Uit dat raampje. Kom op nou. Blind eye. Je moet echt die perks ook een beetje in de gaten. Weet je wat ik ghost heb? En dat betekent dus als het goed is. Is zo. Als ik maar in beweging blijf. Dan dan word ik in ieder geval niet zichtbaar op de radar. Ja, ik ga zo even een ander wapen pakken. Dat doe ik gewoon even. Jongen. Even kijken. Choose class. Specialist, denk ik. Oké, ik heb een laser rifle hierop. Wat heb ik nu? 2-11. Oh, 2-12. Losing B. Wauw. Nou, ik moet even. Voor de pleuris. Ik weet ook niet waar ze zitten hier. We kennen ook deze hele map. Oh, spawn. Oh, spawn ze. Doet wel. All flags secured. Hold your positions. Losing A. We pulled forward. Nou, ze kunnen in ieder geval
Lost A. Waar zitten ze dan? Ik... Flauw idee, jongens, van deze map. Het is echt heel ernstig als je niet weet. Maar Dominees is dat altijd het beste, vind ik zelf, hoor. Want je kan een beetje zien waar ze kunnen zitten. Want je hebt zeg maar gewoon spawnplek, snap je? En dan, dan weet je hoe en wat. En, oh ja, ronde natuurlijk. Ja, je hebt natuurlijk rondes. Dat is wel goed gedaan hierin. Voor de campen dingen. Rondes heb je gewoon. Nou, ik heb 12. Hij ziet iedereen, ja, is aan het zoeken. Wel jammer dat er zoveel mensen al hoog gerankt zijn als een game is, ja, die net uit is, snap je. Ik vind dat veel jammer. Domination. Want je hebt natuurlijk gewoon, ja, mensen die gewoon de game illegaal van tevoren hebben en dan gaan online spelen. En ze hadden gewoon op 12 uur, tenminste, gewoon in elk land dan alles moeten gewoon resetten, weet je. En dat vind ik gewoon jammer. Dat, ja. Weet je, dat hou je met elke game. En, moet je eerlijk zeggen, ik heb ook Gears War bijvoorbeeld 5 dagen eerder gehad en zo dan anderen. Wauw. Hey jongens, ik ben level 2. Level 2. Losing B. Even kijken. Oh, ik zie daar eentje zitten. Wat is dat dan weer? Jongens, waarom ga je nou al snipen weer? We zijn net begonnen met de game en nu alweer aan het snipen. Hoppa, zo weet dat. Bitch. Nou, gaat beter? Ja, je kan zeggen dat het beter gaat, 4-14. Even kijken. Kijken, hè. Radar, niemand op de radar. Ik ben wel een beetje bewegen blijven. Kun je bovenop of zo? We're winning this fight. Ja, daar zat er eentje boven. Oh. Ah! Kill confirmed. Securing B. Kill confirmed. Dat is wel vet. Je ziet iedereen online komen met een nieuwe wapen. Wat is dat dan weer? Een van de sensor of zo? Ja, wel vet hoor. Oh, ik heb een Troy knife. Cool. Oh, ja. Nee. Niet de juiste oplossing. Kijken. Losing Bravo. Als ik dan een kill maak, dan kan ik hem wegdragen. Hostile UAV above. Oh mijn god. Nou ja. Nou, even kijken. Wat is er nou iemand? Level 23 al, hè. Dat is wel jammer. Maar ik ben echt zo blij dat ik deze game heb. Lekker dit gaan uploaden. Lekker jongens en meisjes natuurlijk, die er ook zijn natuurlijk. Commentaar geven hierop en commentaartje maken. En gewoon doen. En ja, gewoon genieten van de game, hè. Dat moet... Oh, daar heb ik een ding heb ik online. Ah, oh, daar was het. Nou, lekker dan weer. Dus ik heb een... Even kijken. 5-19. Dus gaan we dood. Noob. Ik ben een noob, jongens. Ik ben een noob. Oh, nee. Ja, ze weten precies waar je moet zitten. Securing B. Maar ja. Kijk op. Die was super vet. Oh! Oh! Wat een muscle, hè. Wat een muscle, hè. Maar ja. Comeback. Ja, we gaan gewoon winnen, hoor, die bitches. Nou, kom op. Die moet je toch hebben? Yep, assist wel. Je krijgt wel assist, hè. Dat zie je precies aan. Ik weet niet hoe dat zit, precies hoeveel punten je krijgt op je assist. Dat je dan weet hoeveel damage je hebt gegeven, zeg maar, aan de tegenstander. Want in Black Ops zag je aan de punten die je kreeg, hè, zeg maar, van of je een... hoeveel damage je had gegeven. Dus ja, ik ben benieuwd. Even kijken hoor, nog een keertje. Hostile UAV above. Kut, nou. Ja. 25 assist. Ik weet niet precies of dat hier ook bij is. Dat zou ik even moeten kijken. Maar ja, we gaan het doen. Oh. Je bent net begonnen aan de game.
Ga de game gewoon leuk spelen. En waarom ga je snipen? Jongens, kom op. Dat is niet leuk. We waren op first look en niemand was aan het snipen. Want ja, iedereen wil gewoon die game spelen natuurlijk. En kijken van hoe de mappen in elkaar zitten. Hè? Wat je allemaal kan doen ermee. En ik snap dan niet dat mensen gewoon de hele tijd al mee gaan snipen. Nou, dit is gewoon slecht natuurlijk. Maar ja, dit is gewoon dom lullen. En 6-24. Ja, ik ben ook helemaal wennen weer aan de game natuurlijk. Ik ben gewoon ook gewoon Modern Warfare 3 gewend. En het is gewoon veel heel anders. En, maar ja, het was wel tijd voor. Het was wel weer tijd natuurlijk voor een. Ik ga vertalen die andere nemen. Het was wel weer tijd natuurlijk voor een andere game. Dus. Oh, nu hebben we de ronde gewonnen volgens mij. Jezus mensen. Wordt wel een hele lange commentary. Maar maakt niet uit. Niet Final Kill Cam, ik weet het niet precies eigenlijk. Of gewonnen, dat weet ik eigenlijk niet. Alle vrienden komen online. Round limit of iets. Solid execution, good job. Even kijken hoe en wat. Round toe of toe. Ja jongens, het is inderdaad afgelopen. Ik dacht misschien dat er nog gelijkstand was bereikt of zo. Nou, ben je wel level 3? Nou, toch wil ik graag jullie bedanken voor het kijken. En ik zou zeggen jongens, blijf de komende weken kijken. Like de video. Tot de volgende keer. Bye bye.